Hey, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe Battlefield 3 live commentary. En vandaag ga ik spelen met de M5K en als secondary weapon de G18. En ik heb gekozen voor dit wapen omdat dit wapen is... tenminste, ik kan er wel goed mee overweg, vind ik. En voornamelijk in kleine maps. En met kleine maps bedoel ik onder andere deze. En ik heb wel vaker gespeeld. Het is trouwens wel een tijdje geleden dat ik Battlefield heb gespeeld. Maar... dit wapen is wel een van mijn favoriete wapens als het aankomt op kleine wapens die goed zijn. Of gewoon een snelle fire rate hebben. Gewoon. Oh, holy shit. Keep your back. Even kijken, Milan die... oh, daar staat aardig wat. Milan die doet ook gezellig mee, die zit in mijn squad. En... holy shit, wat een drukte daar. Dus doet nog iemand mee vandaag, CD, gezellig. Milan daar zo. Ik natuurlijk met de dagelijkse AD tag. Tuurlijk moet het toch een beetje representen. En het is alweer een week geleden dat ik een Battlefield 3 live commentary heb gedaan. Dus ik dacht, het is de hoogste tijd. Holy shit, een flashlight. Dat vind ik zo vervelend. Zelf heb ik het nooit, maar... hier, fuck you. Oh, iedereen spant op mij. Kijk, dat is teamplay. Ik hou van mijn squad nu al. Ze hebben mijn back. En dan heb ik hun back. En dat komen ze nog wel achter. Want ik ben een teamplayer. Ook al ren ik nu wel gewoon als een motherfucker. En met teamplayer bedoel ik dat ik zo iemand ga reviven. Gewoon fuck iedereen. Ik ren er gewoon heen. Hoppa. En mijn playstyle is... dat ik gewoon... oh, je zag er iemand beneden. Zag je? Mijn playstyle is dat ik gewoon door de map heen ren. Als een motherfucker. Hoppa! Dat is de eerste knife kill, jongens. Wow, het is hier ook druk. Holy shit. Dat ik gewoon door de map heen ren. Als een motherfucking wilde aap, of hoe je het wil noemen. En gewoon probeer zoveel mogelijk mensen dood te maken. Ho. Yo. Yo, man. En het pakt meestal wel goed uit. Je hebt natuurlijk Battlefield 3 op een hele tactische manier. Maar je hebt ook Battlefield. Gewoon een beetje Team Deathmatch. Conquest Domination stijlachtig. Dat het gewoon kleine maps zijn. Dat je gewoon... ja, niet echt tactic, zeg maar. Gewoon rennen als een motherfucker. En kijk, je zag het bij deze bijvoorbeeld. Wat ik chill vind aan de M5K. En ik heb deze scope op en die heb ik bijna bij alle wapens, omdat het is gewoon maar een van mijn favoriete scopes en ik vind hem gewoon super handig. Trouwens over de scopes gesproken, ik gebruik bijna nooit een scope met een 4x zoom ofzo. Ik vind dat zo vervelend. Soms pak ik eens wel een wapen op van iemand anders en dan, zie ik een 4x zoom, oh shit, lol, we schoten op elkaar. Los, schoot op elkaar. Oh, hier is iemand, als het goed is. Hier zijn ze. En dan denk ik echt van, what the fuck, hoe krijg je het voor elkaar? Oh, hier is nog iemand. Er is hier iemand. Daar zijn ze. Dan denk ik van, hoe krijg je het voor elkaar dat je gewoon een wapen, met een wapen... liggen. Oh, fast save me. Hoe krijg je het voor elkaar dat je met zo'n 4x zoom of zo gewoon kan ownen? Ik bedoel, dat is lijkt me toch hartstikke moeilijk. Dat red je toch niet? Nou ja, sommigen die vinden dat fijn om mee te spelen. En dat is natuurlijk wel zo. Als jij het fijn vindt om te spelen, ondanks wat de rest ervan denkt, dan moet je dat gewoon doen. Want je moet niet iets gaan spelen omdat bijvoorbeeld... in de top 10 van de beste Battlefield 3 spelers speelt iemand met de AEK 971. En dan moet ik daar ook maar mee spelen, want dat is het beste wapen. Nee, dat hoeft helemaal niet het beste wapen te zijn. Het hangt... wow, shotgun in mijn face. Het hangt gewoon vanaf hoe goed jij ermee om kan gaan. En hoe beter jij met een wapen om kan gaan, hoe beter je natuurlijk bent met dat wapen. En voor de mensen die nieuw zijn en die normaal niet de Battlefield 3 live commentaries volgen, check vooral even de vorige afleveringen. En mijn bedoeling is met Battlefield 3 live commentary dat ik natuurlijk gewoon random onderwerpen naar voren haal. Maar ook, wow, holy shit. Maar ook gewoon wat tips er tussendoor heen gooien. Of in ieder geval mijn ervaring met Battlefield. Wat ik dus bijvoorbeeld een fijn wapen vind om te spelen. En elke Battlefield 3 live commentary pak ik weer een ander wapen. Dus mocht jij nou een wapen hebben van hey Enzo,
dit is mijn lievelingswapen, dit is mijn setup, zet het in de reacties neer. Ik lees alle reacties en dan ga ik kijken of er een leuke setup tussen zit van een wapen die ik de volgende keer kan gaan gebruiken. En wat misschien wel leuk is om te doen, is, is dat ik dat ik dan een reactie ertussen uithaal en die in de volgende video in beeld zet en zeg even een bedankje naar hem doe van bedankt voor het reageren en dit raadt hij me aan om te spelen. En we gaan kijken of het wat wordt. En jij gaat sowieso dood. En dan komt mijn buddy weer back to life. Dit is... Iedereen staat altijd in deze hoeken. Wow. Holy shit. Lekker Milan. Kijk, je hoort hem even. Hoppa. Dit wapen is zo... Oh, ah! Oh nee, shit. Ik zag niet dat die neten lag. Maar we gaan lekker. Oh, Milan gaat ook lekker. Hij staat bovenaan 16-2. Good job, bro. We gaan even op onze squad members spannen. Oh nee, nee, snel Hemrik 5. Oh fuck, ik was net te laat. Nee, nee, trrr. Oh, snel. Oh, waarom bleef je niet liggen? Blok, blok. Oh shit. Wat een chaos. Oh nee. Oh nee, andere kant. Ligt op de grond. Ik heb je. En hem ook. Ik heb je. Ja, niet blokken. Oh, oh, oh. Ik heb hem weer. Ik heb ze weer. Oh, wat een teamplay ben ik. Oh, nee, 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 weg. Oh, oh, overleven. Alsjeblieft. Nee, shit. Ik had gehoopt dat ze wat later kwamen, maar nee. Ze waren natuurlijk wel zo slim om dat door te gaan, want ze waren gewoon met veel meer man dan dat wij waren. En je kan wel blijven reviven, maar op een gegeven moment dan breekt ze gewoon door als hun veel meer man hebben. Tenzij je echt een machine gun hebt. Oh. Oh shit. Nee, nee, nee. Oh fuck. Oh fuck. Oh, achter mij ook. Oh. Kutje Bev. Oh, Enzo, wat zei je nou? Hé, dit is wel nice, hè. Milan doet een keertje mee. En de gebroeders Knol staan gewoon bovenaan. En dit noemen wij, dames en heren, knolpower. Ja. Oh, oh shit. Wow. Ja, ik heb je, ik heb je, ik heb je. Nice. En dat is echt belangrijk, jongens. Tenminste, dat vind ik heel belangrijk. Dat als je een medic bent, laat dan ook zien dat je een medic bent. En ga geen medic nemen en dan vervolgens geen mensen reviven. Kijk, zo. Hoppa, gaan we die banaan. Gaan we die banaan. We hebben dit wapen en dit wapen gaan we ook gebruiken op de manier zoals het moet. Oh, shit. En dat is niet dit. Oh, vet dat iedereen reageert in de chat. Oh, weg hier snel. Kijk, dit is. Ik probeer hem te reviven. Kijken of hij het... Nou, hij redt het dus niet. Dat had ik al gedacht. Ik hoopte dat hij het wel zou redden. Maar we hebben een M5K. Dan is het niet slim om daar te staan. Want hij zit helemaal daar aan de achterkant. En dit is gewoon geen wapen. Die je moet gaan gebruiken van afstand. Dat is niet handig. Wow, daar sprong ik mooi heen. Daarom dan kan je het ook maar beter niet doen. En gewoon weggaan, een andere route nemen. En dan proberen. Kijk, zoals hier. Ja, dan pak ik hem gewoon via hier. Pak hem gewoon weer. Kijk, die killde mij zo net. En nu hebben we gewoon een blokje omgelopen. En dan hebben we wel twee kills. En geprobeerd om onze team mee te helpen. En hier komt iemand aan. Ik zag het op de radar. En dat blijft belangrijk, jongens. Op de map checken. Op de map blijven kijken. Oh, ik moet hierboven zien te komen. Hierboven. Oh shit. Net zoals dit. Zie je, ik zag dat hij van long range was. Ik hitte hem één keer, toen dacht ik, nee, niet doen, meteen weg. Want hij heeft veel beter, hij zal vast wel een veel beter wapen hebben dan mij. Op long range. Dus dat gaan we ook niet gewoon proberen. Soms zou je nog wel eens hebben. Dat je gewoon iemand kan killen van long range. Tuurlijk, het gebeurt. Tuurlijk. Het kan zijn dat je ze gewoon hebt. Alleen je moet het gewoon slim aanpakken van wanneer wel en wanneer niet. En ik denk dat je daar even een... Oh shit, ik denk hij loopt door. En dat is wat de meesten doen, maar hij was waarschijnlijk dus gewoon slim genoeg om het niet te doen. En dat pakt voor hem goed uit. Hij gaat lekker, jongens. En weet je wat ik doe? Normaal is het zo van, ja, we hebben even gespeeld. Jullie hebben een indruk gekregen van hoe ik met dit wapen omga. Maar omdat we gewoon lekker gaan, de gebroeders Knol staan bovenaan. Gaan we dit gewoon voortzetten. We gaan gewoon het hele fucking potje gaan we gewoon afmaken. En dan gaan we kijken of we nog een mooiere score dan dit kunnen halen.
En we blijven gewoon, ik pas mijn tactiek niet aan, het gaat lekker. Oh, die spant voor mij. Oh ja, daar zie ik iemand. Wordt dit de tweede knife kill? Hij heeft me nog niet gezien. Wordt de tweede... Oh shit. Lol, hij dacht dat het een enemy was. Ja, 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 ja. Ja! Oh, ik heb hem nog geweest! Het maakt niet uit dat ik dood ben. Maakt ook niet als hij gear 5 wordt. Oh, ik word zelfs gear 5. Oh, dit wordt tweede knife kill. Nee! Go, yeah! En nu pak ik hem weer omdat hij mij revived. Oh, wat een teamplay, jongens. Wat een teamplay. Heerlijk dit. Dit vind ik dan mooi. Zulke acties. Hoppa, die nog dood. Daar zag ik iemand. Ik schiet gewoon, ook al zag ik hem niet, gewoon een beetje om suppression te geven. Holy shit. En wat gaan we nu doen? Daar aan die kant was het druk. Je zag drie mensen van ons en een paar van hun. Dus loop ik gewoon even om. Kijk, en dan kunnen we kills maken. Kijk eens aan. Dat is de power en... Hop! Oh, nee! Ik denk, die schiet ik... Nee, nee, nee. Oh, ik kan word niet meer gerevived, denk ik. Gerevived, denk ik. Maar we gaan lekker, jongens. Dit is de power van de M5K plus de knolpower. Dus twee dubbele power-ups. En dan redden we het gewoon. Ik ga op hem spawnen. Smog hier nou. Oh, nice. Oh, hier is iemand. Meteen als je wapen hebt opgeschoten. Oh, ik zie hier iemand boven trouwens. Als je je wapen hebt opgeschoten. Dus dat je allemaal gewoon leeg is. Probeer dan meteen je secondary weapon te doen. Wat ik net deed. En ik hitte iemand met de nade. Want stel voor je komt toch iemand tegen. Dan kan je... Heb je altijd secondary weapon waar je meteen mee kan schieten. In plaats van dat je eerst gaat reloaden. En natuurlijk, dat doe je nog wel eens fout. Oh shit. De kracht van een shotgun kreeg ik even tegen me. Ouch, de Dow 12 is een leuk wapen. Dat is ook wel een keer een leuk wapen om wat mee te doen. Maar nogmaals, laat het weten in de reacties. Als jij een wapen hebt van... Die moet je echt gaan spelen en zo. Ik heb hier scores mee gehaald. Dat is echt... Oh, achter me. Ik heb hier scores mee gehaald. Dat is echt niet normaal. En dat moet je echt gaan doen. Oh shit. En wat je zo net zag is dat ik zag dat Milan bij me was. Ik werd gekilled. En je ziet dan heel even nog dat je een stukje dood bent. Milan rent hier weg in plaats van mij 3-5. Dat is echt goed van hem. Want je zag dat het veel te druk was. En dan maakt hij nog een kans om verder te gaan. En dan kan ik later weer op hem spawnen. Zoals mijn squad ook doet. En je ziet, dit is weer een heel mooi voorbeeld daarvan. En holy shit. Oh-oh. Achter me, jongens, achter me. Oh. En wat is wel handig is, is waar ik zal er even op terugkomen, is dat ik zag dat Milan bij mij was. En toen ging ik dood. Toen zag ik verder niet wat er gebeurde. Probeer daar weg te komen. Oh, gaat niet lukken. Ik zag niet wat er gebeurde. Dus ik klikte daarna toen ik dood was. En toen ik op iemand van mijn squad kon klikken, klikte ik natuurlijk op Milan, want die leeft nog. En dan kan ik zien wat hij aan het doen is. Want je kan dus zien dat hij naar mij toe loopt en dat hij mij revived. En dat kan je weer een death schelen natuurlijk. Want soms dan klik je net op... Wow, what the fuck gebeurde. Soms klik je net op deploy en dan kon je revived worden. En dat is kut. En om dat te voorkomen kan je dus dat doen wat ik vertelde net. Dat oh shit, ik ga dood. Ja, dat dacht ik al. Iets te bals dieper in. Maar dit potje is eigenlijk al gewonnen. Hun nog 33, wij 135. 38 om 11, 25 om 12. Het zijn mooie scores. Gewoon gaan met die banaan. Ik zie iemand van mijn squad. Ik geef mijn hele leven ervoor. Oh shit. Dat was jammer. Ik heb je back. Ik heb jullie back. Hoppa. En nu gewoon met secondary weapon gaan we gewoon verder. Oh, ik wou net zeggen. Kijk, en dit is ook weer een voorbeeld. En dan heb ik hem. Maar oh, ik word revived. Dus niks aan de hand. Nu even reloaden. Hoppa. Oh, what the fuck. Hoppa. Oh shit, ik schrok me dood van. Ik heb dat wel eens. Dan komt, ik denk dat wel vaker mensen dat hebben die shooter games spelen, of course. Dan kom je iemand tegen. En dan... Oh shit, dan kom je iemand tegen. En dan is het echt om de hoek dat je elkaar tegenkomt. En dan loop je in elkaars face en dan... Trrrt, en dan... Oh, die hoort bij me. Oeps. En dan kijk ik om me heen, heeft niemand te zien. Lalalala. Hoppa, gewonnen. Dat hebben we netjes gedaan. 42-12, 25-12. Ging die lekker, Milan? Yep. Yep.
En leuk dat jullie hebben gekeken naar een nieuwe Battlefield 3 live commentary. Wil je nou vaker dit soort commentaries zien? Doe dan vooral even een groen duimpje omhoog. Die reactie wat je moet achterlaten, dat weten jullie al. Tenzij je nog een advies voor mij hebt wat ik kan doen. Of dat je gewoon een commentaar hebt van Enzo, dit kan je beter doen. Dus allemaal welkom, lees het graag. En druk nog even op het knopje van abonneren. En ik zie jullie de volgende keer bij een nieuwe Battlefield 3 live commentary. Later. Knol Power.